Are you ready? Ja hoor, kom maar door. De allereerste. Ik ben, ik heb wel een vraag over mijn relatie. Mijn vriendin en ik hebben bijna geen seks meer, terwijl dat in het begin wel zo was. En ik moet ook eerlijk zijn, ik vind het heel moeilijk om ermee om te gaan. Heb je eventueel advies voor mij? Bam. Ja. Ja? Nee, dit is natuurlijk iets wat veel vaker voorkomt eigenlijk. Heb jij dit ooit gehad in een lange relatie? Ja, dat de seks gewoon wat minder wordt. Zeker. Dat je gewoon minder vaak seks hebt. Maar hoe doe je daar wat mee? Wat ik dus op een gegeven moment ook wel heb gedaan, is dat we echt tijden gingen afspreken. Dat klinkt heel onsexy. Ja. Maar dat we echt gewoon zeiden, oké, vanavond om 8 uur gaan wij seksen. Ja. Dus ja, dat planning seksen, dat klinkt heel onsexy. Maar dan heb je wel seks. En wat ik ook vaker deed, is gewoon, ik weet niet of ik dit zo kan zeggen. Jawel, kan als wel. Ik dacht, oké, ik heb er eigenlijk niet zo zin in. Ja. Dat ik dan dacht, nee, wacht, ik ga er toch gewoon eventjes in. Ja. En dan vaak als je bezig was, had je toch weer zin. Dat is bij vrouwen dus het andere, hè? Want ik heb ook, precies hetzelfde, ik heb 5 jaar een relatie. Het is gewoon anders. En in het begin, eerst 2 jaar. Ja, maar dan is ook alles nieuw, hè? Ja, maar ik had nooit niet gedacht dat jij dat zou hebben. Maar hoezo? Ja, weet ik niet. Ik had toch niet het beeld bij jou dat jij dan... Ik dacht dat jij gewoon altijd wel een soort van... Heel veel seks had. Ja, jouw libido hoger was of zo. Nou ja, dat is, maar het is ook met periodes. Was zijn libido hoger dan die van mij weer. En het is ook met werk. Ja, het klinkt allemaal heel erg suf, maar... Stress. Als je gewoon heel veel werkt, dan heb je er soms ook even wat minder zin in. Ja. Dus wat wij dan af en toe deden, was echt dat planningseksen. Nice. Maar het is gewoon soms... Je wordt een soort van beste maten. En niet de bedoeling dat je niet broer en zus wordt. Beste vrienden is goed, maar er moet ook een soort van seks nog in de lucht zitten. Ja. Maar als ik thuis kom, dan zie ik gewoon uit als een troll. Bijna altijd. En dan moet je toch een soort van knop omzetten. Ja. Ik herken dit wel en ik kan heel erg begrijpen. Ik zat toevallig naar de Man 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 podcast te luisteren. En daar zeggen de 3 boys tegen elkaar, als het even niet is gebeurd. En er wordt dan bij de koffieautomaat gevraagd. Hey, nog neukt? En dan zeg ik een paar weken nee. Dan doet dat wel echt wat met me. Ja. Of in mijn mannelijkheid. En toen dacht ik, oh god, is dit hoe mannen daarnaar kijken? Ja, maar tuurlijk. Het hoeft niet altijd bij de vrouw te liggen dat je geen seks hebt. Hè? Nee, het is ook vaak bij de man. Ja. Het is gewoon, je moet het samen bekijken en beslissen. En ja, je seksleven is heel belangrijk. Ja. Maar je moet ook accepteren dat het soms met vlagen even wat minder is. Ja. En dat dat niet gelijk heel erg is. Hè? Dat dus ook. Je moet alleen... Ja, gewoon even goed over nadenken. En met elkaar erover praten. Ja, communiceren is echt, denk ik, het allerbelangrijkste. Ja. Want als je dan op een gegeven moment echt zo in je schulp kruipt en het er niet meer over hebt en dus denkt dat het jouw fout is of dat het aan jou ligt, wordt het alleen maar een groter ding. En ik heb ook wel heel vaak dat ik dan denk, er is iets mis met mij, dat ik dat niet wil. Ja. Waardoor het soort van nog groter wordt. Dat je denkt, oh, je wil ook soort van... Die seksgodin zijn, die altijd maar zin in heeft. Want in het begin heb je een soort van seks als konijnen. Mm-hmm. En als je dat dan niet hebt, dat je denkt... Oh, fuck. Dan kijk je online en het gaat allemaal over seks. En iedereen praat erover. En we hebben ook een programma gemaakt dat alleen maar soort van vaak de lusten laat zien. Maar het is helemaal oké als het er een tijdje even niet in zit. Ja, Lise Korpershoek heeft er een documentaire over gemaakt. I know. Een seksistuk. Ja. Dat zouden we even kijken. Daar gaat zij eigenlijk helemaal in op dat hele onderwerp... over dat ze geen seks meer heeft. Ja. Of... nauwelijks seks in haar relatie met Tim Hofman. Dus taboe doorbreken en over praten. Ja, communiceren inderdaad. Ik ga eventjes het muziekje instarten. Okay. En dan mag je even officieel advies geven aan deze gast. Oké. Ja. Nu? Ja, oké. Ja. Allereerst, praat. Communiceren is heel belangrijk. En wat ik als eigen advies nog mee wil geven, is planning seks. Dus zeg tegen elkaar vanavond om 8 uur... wij seksen. Heel en nice. Hou je dan aan. Heel nice, hou je eraan. Ik wil daarbij aansluiten dat je erover moet praten. Yeah. Niet dat het een soort van olifant in de slaapkamer is. Dat je eigenlijk wel wil en zij niet. En allebei met een kutgevoel naar bed. Praat met elkaar. Luister naar haar. Hoe komt dat dan? En wie weet ontdek je wel iets wat zij heel sexy vindt. Ga gewoon met elkaar in gesprek over seks. En wie weet brengt je dat dichter bij elkaar. Oei, je was precies klaar op het deuntje. Ja, net iets lekker. Ja, oh, ik voel me zo'n radio-dj als dit. Ja, heerlijk.